aflevering 8 en jullie zien het eerlijk gezegd al. We gaan iZombie doen. En jullie zien het, we zijn in een... Ben je zombie? Oké. Hang er vanaf. De 50 meter hou ik van deze mond. Hallo, maar ik ga jullie geen naam krijgen. We krijgen superveel zon eigenlijk al van de basis al af. De 50 meter hou ik van. Het avontuur was super hard en dus een kleine verademing van wat we daarvoor deden. Eén is gelukt. Hij is zombie toe. Oké, één burger is er wel gereden. Als je oh mijn god, deze mot is hard. Kijk, het portaal van die spawn. Dit is een portaal van die doen. Ah, oh, die spawn staan nog. Oh. Ja? Zo in een klein beetje. Oeh, vet. Het cycle tussen deze twee. Oké. Dus. Dat is speciaal, kan je denken? Deze mod heeft best wel speciale dingen als je het ziet. Oké, dit werkt goed. Deze mod. Ik vind dat het sneller gaat dan de vorige. Totaal niet nuts. Oké. Weet je wat snel? Is totaal niet nuts. Een stukje waarvan je zou denken. Het is al een zombie. Nee.
Die kost 200 en 150. Oké. Ik heb... Dit stukje, want tot in het zeer een probleem. Zo'n productie is heel laag, heel benieuwd. Dat was een beetje denkwerk. En waar we niet goed zijn is denkwerk. Ja, deze minigames zullen overlopen. Glad. Maar doen eerst de makkelijke leg uit om. Makkelijk kun je het noemen, maar toch het simpele gedeelte van deze run. Van de speler. Oké. Iedereen bugt. Dan wil ik jullie maar voor waarschuwen dat die bugt zijn zeer fel. Ja, die is nu heel simpel, waardoor we eigenlijk zeer af kunnen gaan klagen naar zijn zombie. En nu gaat het niet verstaan, want het was eigenlijk...
meer speciale zones die je best kunt gebruiken voor deze planten. Teken te gaan. T-hit wonder. Oké dan. Die hit onder zo stuk, maar ik kon het niet zien. Kon het een beetje opgespiced worden. Met je dat moeten we zeker pakken. Dadelijk doe ik al het project voorbereiden van de video en dat dan ga ik dan naar fase 3. Na het einde van deze video, het deel van de video en het is een beetje ja. En zo, het was eigenlijk het einde van iZombie. Ik zou jullie zo zeggen, van nadat ik die even geëdit heb, voor jullie een klein laadscherm tussenin, gaan we naar fase kijken en tot zo. 2000 years later. Welkom bij deel 2 en vandaag gaan we de vaasjes doen. Even dat we krachten zien te verdienen. Ik probeer een beetje die instant te vermijden nu. Eerste stuk al.
is een vaasjes die er ook als gesmeerd. Waarom? Ik heb het een beetje versneld gezet, want deze vaasjes die ik wil een beetje nadenken en ook snel denken. Zwak, eerlijk gezegd. Oké. Het level loopt als gesmeerd als je een beetje kan nadenken. Een klein beetje maar, dat je eigenlijk, ja, met van de meeste technieken toepast van de vorige levels. Oh ja. Chain Reaction is een van de minigames waar ik van denk. Ja, dit is zoiets wat je amper kunt aanpassen zonder. Dit is van metaal. Okay. Ik kan maar één keer uitkomen. Eerste helft van de vaart is eigenlijk gelukt en dat zul je ook wel denken. Waarom doet hij dit? We gaan niet. Volgende keer gaan we terug een klein beetje terug in de tijd. Oh mijn god, wat een poging die je. Kakkelakkeloos hartelijk noemen. Maar. Voor mij betekent dit agent G. Waarom? Ik ga je even zien. We komen op een kant op nu van de fase. De voorvatten zijn vervangen door iets veel sterkers en laat ik nu niet boven vertellen, maar gewoon kijken. Dit moet je eigenlijk. Je ziet het, de origineel waren het repeaters. Dat was fijn. Oh.
change to this. Er zijn een groot probleem met deze mod. Voor mij toch ook pokey. Voor deze mod zijn ze eigenlijk geen groot probleem met hokje pokey. Dat landen spelen, dat spijt niet. En je kunt er eigenlijk veel meer mee dan je zou eindigen. Zie, het is een beetje overpowered wat hij nu is geworden en daar ben ik blij om. Wow, Brownie, wat doe je nu? Je moet naar puzzels en naar another chain reaction. Zo. Eerst. Ook die dag. Genoeg en snel planten, want ja, een paar bepaalde tijd dat je zaadjes kunt neerzetten. Zouden worden, dus. Als je me nu ziet, dan jongens, meisjes, de levels mogen. Gewoon blijf proberen. Wow.
Well, the vase is simple. Want dit is nu perfect RNG wat je nu moet gaan hebben. Dus... Wat? Die werken als vrouwelijk en dat is een beetje schat. Er zijn verschillende Dragon Balls geplaatst, bepaalde reden ook, denk ik. Eén plant tegen... Ik heb ook een goed uit te stippelen. Dat is al min mogelijk eigenlijk. Dat we wat meer kunnen inzetten. Oké. Dat gebeurt dus als je daar wat je een doosje zombie vindt in dit level. Oké. Handen los, we zagen bijna. Zou ik mensen maar... Ik lach over mijn eigen foutje, dit is zo ongeveer. Ik lach over mijn eigen foutje, jongens en meisjes, dat is zo ongeveer. Oké. Dit is een knuffel. Waar ik al van af. Nou, wie doet een zak op? Zo is al een beetje weten. Dus je moet die als eerste vinden, want dit is een probleem. Wat gaat opdruiken voor de mods, is het een gewone pogo zombie hier. Dat mogen we niet hebben in het begin. Je moet gewoon dat zijn. New game. Kunnen. Ja. Beter. Nou, denk ik wel niet veel beter doen dan de vorige keer. Oké. Thank you.
go you poor Hey, that's wrong. I'll give it on the move because I'm going to pass. De vaas is dood langs de duur. Waarom? Geen dingen wegknippen van. Ik wil dat je niet meer ziet sufferen. En problemen zien hebben met het level, omdat je niet kunnen knippen. Zak die al eerst moeten komen. Yes! Ah, beetje lukken. De chain reaction was uit de chain reactie. Er zitten veel meer duiveltjes en een doosje zombies dan je zou denken. Een interventie doen. Dit zal moeten lukken. Oh shit. Heb ik een server de mensen? Dan vond ik je naar het rustige moment naar je seed en een paar minigames per aflevering. Dan is het een stuk feestmaand dat moet ik een beetje voor mij rustig houden. Dat je nu niet gaat denken, maar die heeft zijn eigen gefilter gefolterd voor ons. Ja, nee, ik zie de volgende keer weer met een nieuwe video. En ja, misschien als ik een update versie heb, dat ik misschien de minigames voor jullie kan doen, maar ik weet het nog niet. Of het avontuur terug, maar een hard mode. Dus dat zien we de volgende keer. Bye and blijf je